goeiedag. Momenteel kunnen we genieten van stralend lenteweer met ook hele aangename temperaturen voor de tijd van het jaar. En de grote vraag is natuurlijk, blijven we daar de komende tijd mee te maken houden? En in deze 10-daagse weersverwachting gaan we eens uitgebreid naar de weerkaarten kijken om die ene vraag te kunnen beantwoorden. En daarvoor begin ik met een pluim. Niet de temperatuurpluim zoals jullie die vaak van ons gewend zijn, maar juist met een pluim van de bewolking. En deze pluim geeft de schaduwgevende bewolking uit. En daarbij wordt juist die hoge bewolking, sluierwolken, waar de zon nog redelijk makkelijk doorheen schijnt, wordt daar een beetje minder zwaar in meegenomen. Nou, wat dan opvalt is dat we donderdag en ook vrijdag en zaterdag nog flink wat zonneschijn hebben. Maar daarna zien we dat die gele kleuren wel wat minder worden. En dat juist die grijze kleuren, die toename aan bewolking, dat in die pluim steeds duidelijker naar voren komt. En dat we ons met wat minder zon tevreden moeten stellen. Nou, wat voor weer komt daar dan bij kijken? En daarvoor pak ik even het Amerikaanse weermodel erbij. De temperatuur en... De luchtdruk en de neerslag. En dat is dan vlak aan de grond. En deze animatie begint vrijdagnacht. En dan zien we nog dat hoge drukgebied, wat deze tijd zo bepalend is geweest voor ons weer, en dus ook dat zonnige lenteweer veroorzaakte, dat die nog dicht bij ons in de buurt is. De kern van dat hoge drukgebied ligt boven de Noordzee. Tijdens het weekend gaat dat hoge drukgebied dan een klein beetje aan de wandel. Blijft nog wel in onze buurt, maar komt vooral boven de Britse eilanden te liggen. En dan aan het einde van het weekend, dit is de nacht van zondag op maandag, is dat hoge drukgebied nog wel bij ons in de buurt. Maar die is boven het westen van Ierland komen te liggen. En ten oosten van ons is juist een lage drukgebied tot ontwikkeling gekomen. Nou, en om een hoge drukgebied heen gaat de stroming met de klok mee. En bij een lage drukgebied gaat hij juist tegen de klok in. En dat betekent dat wij na het weekend, eigenlijk gaat dat zondag al gebeuren, dat we dan echt met een noordelijke windrichting te maken gaan krijgen. En dat er dan dus koudere lucht vanuit het noorden van Europa koers kan zetten richting het noordwesten van Europa. En dat dus die temperaturen tussen 15 en 20 graden, dat we die waarschijnlijk niet meer terug gaan zien. Nou, blijft het daarbij dan ook droog? We zagen net al dat de bewolking wat toe gaat nemen. En het blijft daarbij zeker niet droog, want boven de Noordzee komen namelijk buien tot ontwikkeling. En we zien het hier ook in de animatie. Die paarse kleuren geven aan dat daar ook wel eens wat winterse neerslag bij kan zitten. Nou, die buien komen dus boven de Noordzee tot ontwikkeling, maar kunnen met die noordelijke windrichting dan wel makkelijk richting ons land afzakken. Nou, de naam winterse buien, die vermoedt het waarschijnlijk al. We gaan dan ook met lagere temperaturen te maken krijgen. En dit is de bekende temperatuurpluim. En dan zien we eerst nog heel duidelijk dat zonnige en zachte lenteweer terugkomen. Maar als die stroming dan eerder naar het noorden gaat draaien, dat gaat in de loop van het weekend gaat dat gebeuren, dan zien we dat de temperatuur dan een dalende trend inzet. En komende week, bijvoorbeeld de nacht van dinsdag op woensdag, maar ook woensdag op donderdag, dan duikt de temperatuur weer richting het vriespunt en kan het op steeds meer plaatsen ook weer een graadje gaan vriezen en misschien zelfs wel wat meer. Nou, daarna lijkt de temperatuur wel weer wat op te krabbelen, maar de onzekerheid op die termijn is natuurlijk wel wat groter. We zagen net ook in de animatie die buien boven de Noordzee, die dus met die noordelijke windrichting richting ons land komen. En dat gaat ook ervoor zorgen dat de neerslagkans gaat toenemen. Eerst is dat hoge drukgebied nog bepalend, blijft het droog. Maar na het weekend dan gaat ook de neerslagkans weer toenemen. En dan blijft het niet alleen bij regen. Er kunnen bij die winterse buien namelijk ook wat hagel of wat natte sneeuw naar beneden komen. En dat zien we ook in deze pluim voor de sneeuwkans. Na het weekend tijdelijk dus een toename van die sneeuwkans. Echt wit en winters zal het waarschijnlijk niet worden. Maar dat het landschap tijdelijk eventjes wit kleurt door wat natte sneeuw of wat hagel, dat is natuurlijk niet helemaal uit te sluiten. Nou, de conclusie voor deze 10-daagse is dus eerst nog rustig en zonnig lenteweer door dat hoge drukgebied. Maar daarna een noordelijke windrichting met kans op winterse buien.